Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corvallar Kozijntechniek, Rijke Schoonmaakdiensten, Van Lochem Nederland, Trust & Law Incasso Services, HA Groep, OSM, uw online sokkermanager, Kozijn Service Nederland en de Regenbogenbeheer. Vanuit de Regenbogen Business Center, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Het programma dat wekelijks aandacht schenkt aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. Een nieuw voetbalseizoen en dat betekent natuurlijk weer een nieuwe serie ook van Haaglanden Voetbal Totaal. De eerste aflevering altijd op woensdag om 6 uur en daarna de herhaling op woensdagavond, de donderdag en de vrijdag. En wat kunt u zoal verwachten in deze aflevering? Een reportage van het trainingskamp dat zaterdag eerste klasser DSO belegde in de voorbereidingsperiode van dit seizoen. Op 8 juni van dit jaar won DSO de finale van het Haaglanden voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup. Het kreeg als prijs een door trainingskampen.nl beschikbaar gesteld trainingsweekend voorafgaande aan het seizoen. Haaglanden voetbal ging mee naar Valkenswaard. Wilhelmus viert dit seizoen haar 100-jarig bestaan. Afgelopen weekend was er al een groot feest in Voorburg en de week daarvoor speelde het eerste team de jubileumwedstrijd tegen Tuvalu. Het team dat ooit een aantal weken getraind werd door Foppe de Haan. De selectie van Tuvalu steek ook voor een aantal dagen neer bij Wilhelmus. De groep sliep in het voormalige sponsorhome. Haaglanden voetbal ging er een kijkje nemen. Maar we gaan beginnen met DSO, nu zaterdag eerste klasser, want de ploeg werd vorig seizoen kampioen van de tweede klasse. Als voorbereiding op het seizoen had het team een trainingsweekend in Valkenswaard. En dat kreeg het aangeboden omdat het op 8 juni de winnaar was van het Haaglanden voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup. Het won in die finale met 1-0 van SV Nooddorp. Haaglanden voetbal volgde het team in Valkenswaard. We spraken daar met de trainer Arjan van Boksel, met de nieuwkomer, afkomstig van Kwik, Jergo Leidekker en Peter van der Zwan, bestuurslid voetbalzaken. Kijkt u naar een reportage van Fred Wolters. De selectie van DSO is inmiddels gearriveerd in Valkenswaard. Ja, over de weersomstandigheden valt niet te klagen, want het is goed toeven hier op het terras. De spelers en begeleiding zijn momenteel aan het inchecken. Daar hebben ze niet zo gek veel tijd voor, want dadelijk staat al de eerste training op het programma op het fraaie complex van SV Valkenswaard. Welkom op de tweede dag van het trainingskamp van DSO in het Brabantse land. Gisteravond hebben de spelers zich kunnen vermaken bij de zomerfeesten in Valkenswaard.
Maar nu, op de zaterdagmorgen, moet er weer getraind worden. En dat gebeurt op een sportveld, een goed voetbalveld in Borkel en Schaft. Jan, vorig seizoen uitstekend gespeeld, met overtuiging kampioen geworden. Dat is lekker als trainer als je het eerste jaar bij een club zit. Ja, dat is lekker. Ja, dat is zeker lekker. Goed, ik kwam natuurlijk uit een degradatiejaar kwamen ze. Dus het was in het begin wel even wennen, want ik kwam vrij laat. Hè, want de situatie daar was dat ze eigenlijk in mei of zo nog een trainer ineens moesten hebben. Ja, goed, ik had bij Argon 2 zou ook gaan doen. Ja, toen kwam dit eigenlijk langs, ben ik dit gaan doen, met medewerking van Argon uiteraard. Dus als je dan zo'n eerste jaar draait met de kampioen en uiteindelijk natuurlijk ook nog die beker wint, dat is toch fantastisch. Ja, dit seizoen dan de eerste klas, jullie hebben het team gericht versterkt. Ja, gericht versterkt, ja. We hebben, er zijn sowieso zeg maar wat jongens weg. Voorin zijn er sowieso twee weg, Jeffon en Pim. Dus daar moesten we sowieso één of twee jongens erbij hebben, of drie. Ja, goed, daar hebben we nu ook drie of vier jongens terug. Op het middenveld zijn we wat versterkt in de breedte. En ook nog wat jongens die zelf naar de ESO wilden komen uit zichzelf. Die ga je als iemand bij Kwik speelt in de hoofdklasse en die vragen, joh, mag ik naar de ESO komen? Ja, dan ga ik geen nee zeggen natuurlijk. Hoe goed ken jij de eerste klas? Wel redelijk goed. Wel redelijk goed, zeg maar. Redelijk goed. Ik weet zeg maar dat het verschil volgens mij wel heel groot is dan met de tweede klas. Het zijn gewoon toch betere ploegen. Meer structuur in die ploegen. We spelen beter. Betere spelers ook. Dus tempo hoger. Dus het zal een hele verandering met zich meenemen. Waar ga je dit seizoen voor? Hoe schat jij jullie kans in? Ja goed, ik denk als we de ploeg zien, zeg maar, hoeveel versterkt hebben en eind van vorig jaar bijna alles is gebleven, vind ik dat we mee moeten doen. Ik ga me daar niet achter verstoppen. Heb ik nooit gedaan. Kijk, zou het niet reëel zijn, dan zou ik dat ook zeggen. Maar goed, ik denk dat we gewoon een reële kans hebben om mee te doen, om te kunnen promoveren, zeg maar. Heeft DSO al een keer eerder in de eerste klasse gespeeld. Daar verdwenen we heel snel eruit. Ja, dat past eigenlijk niet bij een ambitieuze club. Nee, maar dat past ook niet. Want ja, eigenlijk waren de plannen, eigenlijk toen ze in de eerste klas zaten, al om naar de hoofdklasse door te stoten. Maar ja, als hij dan natuurlijk degradeert, als je die ambitie hebt, ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Vorig seizoen niet alleen kampioen geworden, ook winnaar van het Haaglander voetbaltoernooi, de Sir Winston Cup. Ja, vandaar ook dat trainingskamp nu. Ja, dit is helemaal geweldig. We zitten hier... het is natuurlijk door trainingskamp.nl hebben we dat gewonnen. En ja, als je ziet, gewoon in het hotel, alles is gewoon geregeld. We kunnen altijd trainen, de velden zijn perfect. We hebben nu twee trainingen gehad. Eén op een kunstgrasveld, wat uitstekend was, helemaal nieuw. En nog wat op een grasmatje waar we heerlijk op konden trainen. Ja, goed, het eten, drinken in het hotel, hoe we zijn ontvangen. Ja, fantastisch. Wat me vooral opvalt is de ontspannen sfeer. Er wordt echt gewerkt als een team. Ja, absoluut. Het is, we zijn natuurlijk ook al in juni, zeg maar, zijn we halverwege juni zijn we een beetje één keer in de week een beetje gaan trainen met de nieuwe jongens erbij. Zeg maar, dat probeer ik altijd te doen, zeg maar, omdat je dan een hele relaxe sfeer hebt al in juni. Omdat je geen wedstrijden hebt. Iedereen komt even lekker trainen een uurtje. Dan kunnen ze elkaar al een beetje leren kennen. Ja, eigenlijk had ik toen al het gevoel van, die nieuwe jongens die passen zich redelijk snel aan. En dat klikt. En goed, en nu blijkt eigenlijk dat het perfect past. Ja, en dan sta je als trainer ook heerlijk, zoals je nu op een trainingskamp, als je ziet hoe ze werken, dan sta je ook heerlijk. Ja, dat is heerlijk. Als je ziet hoe er gewerkt wordt, iedere training, hoe die jongens ervoor gaan. Hoe we vooral ook zeg maar nu elkaar in het veld coachen. Er is veel meer... Ja goed, als je goed met elkaar omgaat en de sfeer is goed, dan durf je even wat makkelijker tegen je medespeler wat te zeggen. Als dat het een rotsfeer is, want dan denk je, laat ik maar niks zeggen, anders hebben we ruzie. En nu is het eigenlijk gewoon wat dat betreft
Ja, het is helemaal top. En jou met je assistent Herman Kooijenga klinkt ook prima. Ja, wij hebben echt een fantastische band. Herman die heeft ten eerste, zeg maar, want toen ik bij DSO kwam, toen was er nog geen assistent. Kijk, ik tegen DSO, ik wil wel een assistent hebben die ook verstand van voetballen heeft en niet alleen de doppen neerlegt. Ja, met Herman heb ik daar echt een uitstekende man. Want Herman heeft gewoon heel veel verstand van het spel. Vult mij prima aan in dat ik meestal heel streng, toch wel redelijk streng ben en kort. En ze mogen eigenlijk vrij weinig. En Herman die weet dat dan weer even op sommige momenten. Dat die groep even keihard moet lachen omdat hij dan even een opmerking maakt. Ja, die haalt dan weer die druk weg. Ja, wat dat betreft zijn we echt fantastisch samen. Peet, bestuurslid technische zaken bij DSO. Hoe zou jij je functie het beste kunnen omschrijven? Wat zijn zoal je taken? Nou, ik ben verantwoordelijk voor het hele technische gebeuren binnen DSO. We hebben een ambitie om naar de hoofdklasse te gaan. Dus daar zullen we ook de jeugd meer kansen willen geven en moeten geven binnen zo'n mooie grote vereniging. En daar probeer ik de organisatie in te laten groeien, dat we ook naar een stabiele hoofdklasse kunnen gaan in een gezonde manier. En ook de jeugd natuurlijk de kans te geven. Kom ik zo op terug. Je bent zelf geen onbekende in het voetbalwereldje. Nee, ja, ik ben de hele tijd eruit geweest door zakelijke beslommeringen. En ik ben vroeger trainer geweest bij Rijswijk onder andere en bij Welmes. Dus klopt. Je gaf hetzelfde al aan. De club heeft ambitie. Wat is jullie eindstation? Nou, allereerst moet je denk ik bij ons voorzichtig de doel stellen, weliswaar reëel ook de doelen stellen. Maar een eindstation kan natuurlijk ook de topklasse worden, maar laten we eerst maar eens rustig naar een dit jaar promoveren. Dat is natuurlijk de ambitie. En dan een stabiele hoofdklasse te worden in eerste instantie. Dat doet DSO veel aandacht besteden aan de jeugd. Toch moeten jullie voor het eerste team toch nog vaak gericht ook naar buiten kijken en spelers van buiten halen. Ja, onze club heeft last gehad natuurlijk ook van een Alphense Boys onder andere, waarin de jeugd, de talentvolle jeugdspelers zijn weggehaald. En ja, daar zijn we mee bezig om dat weer terug te brengen, waardoor de jeugdelftallen wat lager zijn gaan spelen. Ja, en daar proberen we een inhaalslag te maken de komende 5 jaar, om dat weer op niveau te krijgen. Onder andere hebben jullie een convenant gesloten met meerdere clubs. Ja, daar zitten we volop in. Dat is heel erg in beweging om van elkaars talenten af te blijven. Weliswaar, blijft natuurlijk wel heel moeilijk. Maar de eerste stappen zijn gezet, dat klopt. Spelers halen van buitenaf, hoe doen jullie dat? Wat heb je de spelers te bieden? De verhalen gaan ineens de laatste tijd de ronde. Hoor ik ook wel eens dat DSO allemaal gekke dingen doet met nieuwe sponsors, et cetera. Maar wij doen niks geks. Wij doen gewoon binnen de mogelijkheden en binnen de fiscale mogelijkheden voor de spelers kunnen wat in onkosten krijgen. Maar ik denk dat wij met name een aantrekkingskracht hebben op nieuwe spelers voor de wijze waarop we voetballen. We willen aanvallend, avontuurlijk spelen. Een fantastische trainerstaf. Een goede organisatie en de secundaire voorwaarden, het faciliteren van zo'n selectie, ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat me overigens ook opvalt, jullie hebben toch een paar toppertjes lopen in de ploeg, een Elliot, Leslie van den Berg, dat soort jongens niet gescout worden door hoger spelende teams. Ja, daar hebben we geluk bij, laten we maar zeggen. Maar ja, ik denk dat we een heel stuk binding doen door wat ik al zei, een stukje een warm gevoel te geven, een familiegevoel. En dan blijven dat soort talenten toch bij ons spelen. Laten we hopen zo lang mogelijk. Trainingskamp, belangrijk voor de teamgeest. Extra leuk dat jullie het Haaglander voetbaltoernooi gewonnen hebben. En daardoor hier in Valkenswaard je ook weer optimaal kunnen voorbereiden op zo'n nieuw seizoen. Ja, fantastisch en dank nog daarvoor. En we zijn er trots op dat we de cup hebben gepakt. En het is hartstikke leuk, het is een goede groep. En ik denk dat het een enorme positieve inslag is voor het komende seizoen. We'll be right back.
Jij gooi op al aardig wat clubs gehad. Nu DSO. Waarom DSO? Ja, het is natuurlijk een mooie club, DSO. En ja, ik was in contact gekomen met DSO door René van Oevel. Die was een oude trainer van mij, uit de D'tjes bij ADO had ik toen gezeten. En die vroeg of ik hier wou komen spelen. Ja, zodoende eigenlijk. En toen kreeg ik een gesprek met de trainer. En dat klikte gewoon en het voelde gewoon goed. Zo dat DSO is op zoek naar een scorende spits, legt dat niet een extra druk op je? Nee, eigenlijk niet. Ja, de spits moet altijd scoren. Dat wordt gewoon van de spits gevraagd. Dus dat is gewoon eigenlijk zijn werk. Dan kom je van Kwik, een zondag hoofdklasser. Dan ga je naar DSO, een zaterdag eerste klasser. Zie je dat dan als een stapje terug of niet? Nou ja, eigenlijk niet. Nee, want DSO is gewoon een goede ploeg. En die hebben het vorig jaar gewoon supergoed gedaan. En de zaterdagcompetitie is sowieso volgens mij wel iets sterker nog dan de zondagcompetitie. Dus ik zie het niet echt als een stapje terug. Nee, wat wil ik het over hebben? Je hebt in de regel tot nu toe alleen maar gespeeld bij clubs op zondag. Nu naar een zaterdagclub. Is dat wat je nu aangeeft een bewuste keuze? Ja, zeker. Dat wel mijn voorkeur. Want ik ben ook sinds vorige week ben ik vader geworden. Dus dat speelde ook wel mee eigenlijk in die keuze. Het is nog maar kort dat je hier bent. Hè? Kun je al wat zeggen van hoe je bent opgevangen, hoe de sfeer bij DSO is? Het gevoel is gewoon goed. Super aardig gast allemaal. En, ik kan tot nu toe echt goed met ze vinden. Dus ik ben gelijk gewoon goed opgenomen in de groep. Wat verwacht je van het seizoen in de eerste klas? Nou ja, ik verwacht wel met deze groep, met deze kwaliteiten, dat we wel hoog gaan gooien. Ja, dat verwacht ik zeker. Ja. Of dat nou de eerste plek, tweede of derde. Ik denk wel dat we sowieso daarvoor moeten gaan. Okay. Ten slotte, trainingskamp hier Valkenswaard. Hoe bevalt het? Ja, supergoed. Lekker weertje, dat is ook altijd een pre natuurlijk. En het is ook gewoon gezellig. Dus ik heb het prima naar mijn zin hier zo. Oké, nou we houden het hierbij. Kan jij weer naar de ZT terug? Ja, top. En van DSO gaan we naar Wilhelmus. De Voorburgse club bestaat dit seizoen 100 jaar. Afgelopen zaterdag was een groot feest voor de leden. En een dag eerder, op de vrijdag, was er een goed bezochte receptie. Onder andere oud-trainers als Kees Hagen, Aad de Mos en Giel Jansen gaven een acte de présence. Een week daarvoor was Wilhelmus gastheer van het nationale team van Tuvalu. Dat Tuvalu dat verbleef een aantal dagen in Voorburg. De selectie speelde een jubileumwedstrijd. Nou ja, wedstrijd. Wilhelmus was natuurlijk veel te sterk. We gingen een kijkje nemen. We lieten ons bijpraten door de voorzitter Frank Niehoff en ook door de coach van Tuvalu, Leen Looijen. Kijkt u naar een reportage van verslaggever Pieter Donat en cameraman Pim Markering. Frank, voorzitter van Wilhelmus, 100 jaar bestaan. Is het vandaag begonnen? Vandaag is het officieel begonnen. We bestonden 1 augustus 100 jaar. En de vakanties liepen dit jaar natuurlijk een beetje ongunstig wat dat betreft. Dus we hebben besloten om vandaag de officiële opening van het jubileumjaar te houden. We staan hier bij de wedstrijd tegen Tuvalu. De stand is dacht ik al 6-0 vlak na de rust. Maar wanneer is de activiteit rondom deze club, noem ik het maar even, dit land, wanneer is dat begonnen?
Ja, het is inderdaad een officieel land, ingeschreven bij de Verenigde Naties. Half jaar geleden kreeg ik een telefoontje van iemand van de stichting Tuvalu. En die had ons gegoogeld, die zag dat we 100 jaar bestonden. En die vroeg of we een keer wilden komen praten in Eindhoven. Dat hebben we toen gedaan, samen met Marcel Kommers. En we kregen daar meteen een heel goed gevoel bij. Ook een stukje ontwikkelingssamenwerking, zou ik maar zeggen. Want voetbal staat echt op een... Het is heel erg populair, maar het staat op een heel laag niveau. Dachten van als we op een of andere manier een steentje bij kunnen dragen, dan moeten we het zeker doen. Zelfs de ambassadeur is uit Brussel gekomen. Ja, dat klopt. Dat is de ambassadeur van België en is ook de vertegenwoordiger zijn land ook in de economische of in de Europese Unie. En hij heeft heel veel moeite gedaan om hier inderdaad vandaag te komen met zijn vrouw. En de man is in 2010 aangesteld en is in dus de afgelopen 3 jaar 1 keer terug geweest in zijn land. Want om daar te komen, dan ben je wel 3 dagen zoet. Ik begreep dat het team hier vrijdagavond aangekomen is met de trein uit Heerenveen. En dat betekent dat ze hier toch een aantal dagen bij jullie blijven. Ja, dat klopt. Ze zijn vrijdagmiddag aangekomen. Ze hadden wat vertraging, wat treinen gemist. Het gaat allemaal natuurlijk toch wel even iets sneller in Nederland. En ze blijven hier tot woensdagmorgen. En dan vertrekken ze naar Limburg voor hun volgende halte. Maar je kan ongetwijfeld een paar leuke anekdotes vertellen. Ik begrijp dat bier heel interessant voor deze mensen is. En nog wat andere blonde vrouwen en nog wat andere bijzonderheden. En nou ja, goed, inderdaad, waar ze vandaan komen is het, zijn blonde vrouwen, die zijn redelijk zeldzaam. Dus we houden ze gewoon angstvallig in de gaten. Nee, maar dat is gekheid. Het is, het is gewoon van een hele andere wereld. Het elftal bestaat uit speervissers, uit kokosnotenplukkers. Er is weinig toerisme, terwijl het een prachtig land is. Werkeloosheid is daar erg hoog. Maar je kan het wel voorstellen, 8 eilanden... 11.000 inwoners, ja, dat heeft zo zijn eigen problemen. Even doorpraten over jullie jubileum. Het is 100 jaar, het is toch niet niets. Er zijn meer activiteiten dan alleen deze wedstrijd. Uiteraard. We spelen op 8 september spelen we tegen oud PSV met oud Wilhelmus. Dus daar zijn niet de spelers van het eerste elftal worden daarvoor uitgenodigd. Maar voornamelijk allemaal spelers die hun de afgelopen decennia hun steentje hebben bijgedragen. En PSV komt echt met grote namen als André Ooyer, Luc Niels, Vennegorf, Hesseling, Arnold Brugging. Dus we verwachten dan toch ook wel weer een misschien een wat betere opkomst als vandaag. Maar het is nogal verklaard door de vakantieperiode. Vereniging Wilhelmus leeft 100 jaar oud, maar toch erg springlevend. Zeker de afgelopen jaren hebben we ons natuurlijk enorm ontwikkeld. De ledenaantal is daar natuurlijk wel heel erg belangrijk. We zijn van 400 leden in 2002 nu een club met 1150 leden. Een zaterdagafdeling, een zondagafdeling. Zondag met 10 teams, zaterdags met 5 teams en zo'n 70 jeugdelftallen. Dus ja, ik ben heel erg blij om te kunnen bevestigen dat we springlevend zijn. Leen Dooyen, erg bekend in de voetbalwereld. Laatste functie volgens mij technisch directeur bij NEC. Hoe moet ik deze functie vandaag bij Tuvalu omschrijven? Nou ja, ik ben normaal gewoon met anderen samen trainer. Ik ben de laatste jaren van mijn carrière directeur geweest bij NEC en bij de Graafschap. Maar ik ben nu alleen trainer en verder alleen maar te maken met het voetbal en niet met de rest van de organisatie. De rest van de organisatie hebben we Wilhelmus over gesproken. Daar is heel wat over te doen natuurlijk. De mensen hebben prima onderdak. Maar ik wil met jou even over het voetballen praten. Vandaag Wilhelmus. Ik dacht 10-1 nederlaag. Als trainer, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het is duidelijk een niveauverschil. Dit zijn jongens die eigenlijk heel basic nog geschoold moeten worden. We speelden van de week tegen een derde klasse. Dat was 3-2.
dat gaat, hè, dat kunnen ze bijhouden. Ik denk dat het niveau vierde klas is en dan word je natuurlijk door zo'n club weggespeeld. Maar ja, dat zijn natuurlijk prima leermomenten en ja, overal zitten wel positieve dingen in die zin. Hè, normaal gesproken, als je zo'n nederlaag krijgt, dan stoppen ze in Holland vaak, maar ze blijven doorgaan en voor hetzelfde geld maken ze toch nog 2-3 doelpunten, ondanks een grote achterstand. En dat is wel mooi om te zien. En van daaruit geef het jezelf ook impulsen om te zorgen dat ze allemaal wat beter worden in het voetbaltechnisch-tactische. Hoeveel progressie hebben ze de afgelopen dagen al gemaakt? Nou, dat kun je niet zeggen. Ze hebben 4 keer getraind, geloof ik. Dus wij kennen amper de spelers. Er zijn 23 spelers, dus we zijn nog in een inventarisatiefase bezig. Maar na 3 maanden moeten de jongens wel 5, 6, 7, 8, 9, 10% beter worden. Wij moeten, dat is de conclusie van deze wedstrijd, heel basic werken. Vooral de eerste aanname is heel slecht. Blikveld naar beneden. Alles te zacht inspelen, omdat ze vooral slechte velden gewend daar zijn. Maar wij proberen ze wat positief te beïnvloeden en we blijven positief. Want die jongens kun je niet zeggen dat ze lamlendig voetballen. Niveau is een stuk lager dan je gewend bent natuurlijk. Je was van tevoren toch geïnformeerd door Foppenhaan wat hun spelniveau was? Nou, ik heb Foppen niet zo vaak gesproken. Maar ik wist dat het niveau basic was. En ik doe alleen ook dingen basis van waar ik plezier in heb. En ik heb veel aan het voetbal te danken. Dus ik probeer wat terug te doen. Ik doe het zonder vergoeding. Dus voor mij is het vrijwilligerswerk eigenlijk. Hoeveel wedstrijden nog te gaan met deze jongens? Ja, nog een stuk of 25 geloof ik. Ze spelen heel veel. Maar over het algemeen wel tegen hun niveau. Wilhelmus, prachtige club. Ik kwam uit met het jubileum, geloof ik. Ik heb die wedstrijden niet georganiseerd. Maar dit is moet je natuurlijk niet iedere week van dit soort nederlagen krijgen. Dus ze spelen normaal tegen vierde, derde klasses, vijfde klasses. Dat is hun niveau. Je traint ze samen met André van der Leij. Hoe vaak train je ze per week? Iedere dag. Iedere dag hebben ze een activiteit. En of we doen het samen, we hebben ook Etienne Stom erbij gehad in het noorden. We proberen hier ook nog iemand bij te halen, want we hebben 23 man. We trainen iedere dag en dan moet je vanzelf beter worden, want trainen betekent eigenlijk gewoon herhalen. Hoe leuk vind je het? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben een slechte verliezer, maar daar heb ik me op ingesteld. En dat weet je dat dat gaat gebeuren. Ik denk alleen in progressie en in beter worden, ontwikkeling. Dat moet je ook doen. Dat moet je via de juiste oefenvormen proberen te doen. En vooral basic aan de gang gaan, denk ik. En met Wilhelmus zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Maar we zijn er komende vrijdag alweer met een nieuwe editie. Dan vooral aandacht voor het toernooi van de clubs die inmiddels al niet meer bestaan. Het toernooi van de Haagse voetbalhistorie op het complex van FUK. Wat deze aflevering betreft, dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Cor van Laar Kozijntechniek, Rijke Schoonmaakdiensten, Van Lochem Nederland, Trust & Law Incasso Services, HA Groep, OSM, uw online soccermanager, Kozijn Service Nederland en de Regenbogenbeheer.